The day di pasada ang aswanyun sukwado taki na Governor Fui Central Bank masa Robert Van Trek dari kainin taki anya moni na mama bangi. Di taki abay wagi fubeina diondo dun sudala ang aumenta sa nigeta kete. Efatoli atu uno sabi magalanti piki anya National Assembly taki nuno dede dua ondo sukufu sabi sampas apili sisi. Di de taki ang Governor dan deng akisheng fateke for love sudati na ondo suku kang dumo fawe koluku fa de takatolia anya assembly. Voorzitter, dank u wel. Te beginnen met deze site de mededeling dat we als regering in zullen gaan op de vraag over criminaliteit. Ik heb begrepen dat intussen al schriftelijk daarop uitgebreid en hopelijk verantwoord is geantwoord. Ik hoop dat dat binnen is bij u. En ten tweede, voor wat betreft de kwestie, als ik het zo mag aanduiden, met betrekking tot de Centrale Bank van Suriname, is het inderdaad zo dat men het nodig heeft gevonden om in verband met het aantal zaken een onderzoek in te stellen. En ik kan uiteraard niet daarop inhoudelijk vooruitlopen. En ik hoop dat ik, we zullen uiteraard als regering op een ander moment, nadat het onderzoek is voltooid, ingaan inhoudelijk op deze kwestie. Ik hoop dat het college voorlopig hiermee kan volstaan. Goed, dank u wel. Wat is dat? Een vraag. Oh, interruptie. Gaat u gang. Lid Santoki. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Uiteraard zijn wij blij als de regering ingaat op vragen van het parlement. Met name als het gaat om de kwestie van de centrale bank. Voorzitter, we hebben alle begrip dat als er issues zijn, dat de regering en andere instituten alle ruimte moeten krijgen om zaken goed te onderzoeken. Wat dat betreft kent u ons standpunt, laat men de ruimte krijgen. Maar voorzitter, het mag niet zo zijn dat de samenleving in feite opgescheept wordt met onduidelijkheden, met soms ruis. En dan kan dat gebeuren bij verschillende instituten, maar als het gaat om een zeer belangrijk monetair instituut als de Centrale Bank, dan denk ik dat de regering ook een stukje verantwoordelijkheid heeft om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen naar die samenleving. Dus nogmaals, regering, we kijken uit naar het eindresultaat van het onderzoek. Maar nogmaals, communiceert u ook met de samenleving dat ruis weggemaakt wordt. Dat kunnen we niet hebben in monetaire instituten. En die doorwerken naar de banken, die doorwerken naar de koers, die doorwerken naar de samenleving. Dus nogmaals, ook goed communiceren. En tweede is, wat is die positie precies nu op dit moment van de governor? Als we in de media moeten lezen, social media, dan weet niemand het. Dus hier is de regering. Geef aan, wat is de concrete positie van de governor op dit moment? Lid Belfort. Lid Belfort zit volgens mij verkeerd. Ja. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, wij zijn hier om het volk te vertegenwoordigen. We doen ons werk. De regering is onvoltallig, voorzitter. Conform artikel 90, lid 2, dient de president hier te zijn om verantwoording af te leggen aan het parlement, waardoor het volk uit de eigenlijk onzekerheid geraakt. Nu horen we 1001 verhalen over de governor van de centrale bank. Dan een $300,000 auto gekocht. Kwestie. Is het waar, voorzitter? We weten het niet. Vandaar dat het belangrijk is om de juiste informatie te krijgen, zodat wij het volk die ons hier heeft geplaatst kunnen informeren. Nu horen we iets van
ik weet niet welke status meneer Moestada heeft, maar eigenlijk conform artikel 90 lid 2 moet meneer Moestada niet hier praten. Maar we zien dat steeds weer hetzelfde artikel gechauffeerd wordt en meneer Moestada zelf moet zoeken naar informatie. Vorige keer had hij ook gezegd, het was gossip bij Gersie. Niet eens een jaar daarna zit hij weer voor hetzelfde probleem. Eigenlijk zet men meneer Moestada gewoon voor schut. En dit keer is even wijzer gehandeld. Maar het volk, de gemeenschap, die zit met die vragen. Want wij willen weten wat waar is, zodat wij het volk kunnen informeren. Want op dit moment, wie is nu governor? Allerlei verhalen hoor ik. Allerlei verhalen. Dan is hij non-actief of op vakantie gestuurd. Ik weet het niet. Het is gewoon moeilijk voor ons om te functioneren. Het wordt gewoon moeilijk gemaakt voor ons om te functioneren. We stellen eenvoudige vragen. We moeten ons werk doen. Dat ik hier kom onvoltallig hier. En meneer Moestada weet van niets. Of hij durft zijn vinger niet eraan te branden. Vorige keer had hij ook gezegd, hij gaat niet. Dank u wel, lid Belfort. Het is wel de regering die verantwoording aflegt aan het parlement. Het is de regering die verantwoording aflegt aan het parlement en de regering is hier vertegenwoordigd om die verantwoording af te leggen aan het parlement. En we stellen de regering in de gelegenheid om zo gauw ze die informatie hebben, die informatie aan ons te doen toekomen. Want ook wij, maar ook de rest van de samenleving heeft recht op informatie en vooral de juiste informatie. Dus zo gauw de regering die informatie heeft, vragen wij de regering die informatie met ons te delen. Coördinator, zodat ook wij op de juiste wijze door de juiste bronnen geïnformeerd worden. Lid Abdul. Dank u wel, voorzitter. U heeft gelijk. De regering is hier om verantwoording af te leggen. En minister Moestada is de eerste vervanger van de voorzitter van de raad. Als ik het goed heb, voorzitter. Voorzitter. En hier begint het precies wanneer men zelfs het volk in het parlement begint te misleiden. Maar voorzitter, ik wil via u vragen, voorzitter, en vooral aan het volk vragen om niet te geloven wat op social media allemaal verschijnt, voorzitter. We hebben eerder gezien hoeveel fake news er wordt verspreid en ik vraag via u aan het volk om waakzaam te blijven en officiële berichten te volgen vanuit de regering, voorzitter, en vanuit de formele kringen. Voorzitter, vanuit de formele kringen hebben wij vernomen dat tenminste twee zaken niet kloppen. En dat is van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Suriname. En dat is 1, dat de governor is ontslagen. En 2, dat de governor met verplicht verlof is gestuurd. We vernemen hier nu, voorzitter, van de coördinator, als zo kennen we hem hier, voorzitter, wel of deze twee zaken wel kloppen. Hij gaf net aan dat er een onderzoek gaande is en ik wil via u aan hem vragen om dat even toe te lichten, voorzitter. Is de governor met verplicht verlof gestuurd of heeft hij zelf verlof genomen om aan de Raad van Commissarissen de mogelijkheid te bieden om het onderzoek, voorzitter, goed en constructief te laten voeren, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, lid Rusland. Mag lid Rusland het woord? Voorzitter, ook wij zouden gaarne willen weten wat precies de stand van zaken is. En we hebben geluisterd naar meneer Moestada, die inderdaad heeft aangegeven, onderzoek is gaande. Maar van meneer Abdul, de fractieleider van de NDP, begrijpen we dat formeel vernomen is dat wat klopt, wat staat in social media, dat dat niet klopt. Dus er is meer informatie en het blijkt nu inderdaad dat de vertegenwoordiger van de regering kennelijk minder informatie heeft dan de fractieleider aan de overkant. Ik zou dus willen vragen dat er een verantwoordelijke van de regering komt die beter op de hoogte is van zaken. Want op dit moment, voorzitter, is het zo dat inderdaad dit zijn gevoelige zaken. We praten over onze munt, onze positie met betrekking tot de financiën en dergelijke. En het is toch wel belangrijk om zo snel mogelijk die informatie naar de gemeenschap te sturen. Omdat er nu een heleboel zaken rondgaan
En als je naar die zaken kijkt, dan zeg je van, hoe kan dat? Dat zal een negatieve impact hebben op de hele situatie. Ten aanzien van, met betrekking tot het verlof, ik heb begrepen van de fractieleider aan de overkant, dat de governor zelf met verlof is gegaan. Hij praat over formele bronnen en dergelijke. Wij hebben gehoord, de president-commissaris van de centrale bank zelf, die zegt dat hem is aanbevolen om met verplicht vrijwillig verlof te gaan, als ik het zo met eigen woorden vertaal. Dat is bij vertaling aan de hand. De governor, de president geeft aan, hij is aangebevolen om met verlof te gaan. Dat betekent verplicht vrijwillig verlof. En we willen weten wat er aan de hand is. Nogmaals, er moet snel duidelijkheid in deze zaak komen. Ik dank u. De coördinator van de regering, minister Mustaya, aan u het woord. Voorzitter, nogmaals, ter verduidelijking, ter herhaling, uit uw reactie begrijpen wij dat het in ons aller belang is om, als het bericht verschijnen, ongeacht waar, dat deze zijds wordt gereageerd op de berichten, opdat er in de samenleving, via dit college, uw samenleving, verantwoord officieel kan worden geïnformeerd. Het feit dat de regering gezegd heeft om daarin duidelijkheid te brengen, hebben wij gemeend om een onderzoek in te stellen in verband met issues die spelen, de bankrakende. En ik denk dat het inderdaad de aanpak is die dat behoeft, dat je daar naar een onderzoek instelt en dat je daarna, en dat men daarna de regering officieel informeert. En wij op onze beurt, u en de samenleving. Dat is de grondhouding die in deze wordt gevolgd. En ik denk dat u met mij het daarmee niet oneens kan zijn. En wanneer dat onderzoek is afgerond, dan spreekt dat vanzelf. Dan spreekt dat vanzelf dat wij inhoudelijk verder in zullen gaan. Vooralsnog moeten wij met deze informatie volstaan. Wat betreft een vermeende informatiekloof zoals het lid Rusland heeft verwoord, moet ik u zeggen dat inderdaad aan de governor is gevraagd om mee te werken. En heeft daarmee ingestemd. Maar vooralsnog willen wij hiermee volstaan totdat op korte termijn, zo spoedig mogelijk, en ik sluit niet uit dan dat op dat moment dan de minister van Financiën u zal informeren. Dank u wel. Ik hoop dat u daarmee kunt instemmen. Rusland, Rusland, wordt uw punt van orde ondersteund? Zijn punt van orde wordt tot op dit moment niet ondersteund. Ja, voorzitter. Het wordt ondersteund. Let Rusland uw punt van orde graag. Voorzitter, we luisteren andermaal naar de vertegenwoordiger van de regering. En nogmaals, van deze kant uit waarderen we het dat er direct een onderzoek is ingesteld aan de hand van zaken die bij de centrale bank op dit moment niet goed blijken te zijn. We wachten het resultaat van het onderzoek af, maar toch is het zo dat op dit moment een aantal feitelijkheden spelen. En wat ons betreft willen we weten wat de status quo is op dit moment met de zaken die naar buiten zijn gekomen. En ik zou je willen voorstellen, voorzitter, dat wij de vergadering schorsen,
de vertegenwoordiger van de regering de gelegenheid geven om in ieder geval met iemand, en ik denk dat de president, commissaris, reeds aan het woord is geweest in de media, afstemming te plegen, de feitelijkheden tot zich te nemen en die aan het parlement mee te delen. We zijn het hoogste orgaan, goed, we zijn de vertegenwoordiger van het volk. Rusland. En we wensen toch wel zo goed mogelijk en zo snel mogelijk geïnformeerd te worden, zodat er geen calamiteiten in die samenleving ontstaan. Goed, we willen ook weten over de verschillende zaken met betrekking tot de koersen van Tjotelal en dergelijke. Lid Rusland, uw punt van orde is duidelijk. Behalve schorsen kunnen we de regering ook vragen om ons op een later tijdstip hierover nader te informeren. Maar de regering was nog niet uitgesproken, heb ik gemerkt. Dus de coördinator wil verder gaan met het delen van informatie met u. Mag minister Roestad het woord? Dank u wel dat u ons nog in de gelegenheid stelt om dan mijn beantwoording af te ronden. En luisterende naar de reactie in die tussentijd van u. Ik wens nogmaals te verklaren dat ik gemandateerd en officieel namens de regering mag meedelen dat er issues spelen. De bank rakende, de Centrale Bank van Suriname rakende, dat noodzaakten tot een officieel onderzoek in te stellen. En de regering wenst nogmaals te benadrukken. Kan het wat rustiger? Mag de coördinator alstublieft zijn redenvoering afmaken? U heeft gevraagd naar die informatie. Die informatie wordt ons verstrekt, leden. U heeft gevraagd naar die informatie. Nu de informatie wordt gegeven, concreter, kiest u ervoor om de regering, om de orde te verstoren. Minister Moustadja, u mag continueren. Leden. Kijk. Minister Moustadja, aan u het woord. U merkt dat ik mij als gast me richt op de gedragslijn van uw college. Nogmaals, het is op dit moment, heb ik reeds geformuleerd, als u me in de gelegenheid stelt, om inhoudelijk nog niet in te gaan, omdat we al hebben aangekondigd dat wij het noodzakelijk achten om een onderzoek in te stellen. En in verband met de opmerking van het lid Rusland, dat wij gezegd hebben, was in dat verband het ook voor ons wenselijk om de governor te vragen mee te werken met het onderzoek, hetgeen hij ook heeft gedaan. En we kunnen niet vooruit lopen op de uitkomst van dit onderzoek. En ik vraag u, juist om de samenleving en u als vertegenwoordigers van de natie, om dan ons in de gelegenheid te stellen dat onderzoek af te ronden zo snel mogelijk, zodat wij verantwoord kunnen antwoorden op de vragen welke u gesteld heeft gisteren en vandaag. En ik denk dat ik daarmee heb aangegeven dat de regering de kwestie, zoals het hoort, serieus heeft opgepakt. Dat beden na Pisitoliva governor die bespreek aan de Nationale Assemblée. Pedegi antakino uno dewa ondo sukwedu en de mosabi pilisisi sampasa. Maar voorlopig dan ateke verlof. Gaan lanti action voor teke verlof zodat de kadu a ondo suku. Anjo onso e balita kia bai wagi fu di ondo dunsu ame kandala. Anga oktu de beholi wang opoyari firen fu 1 miljoen sana dala na Centrale Bank. Onde anga feda di pasa dan aso de betaki aba a hirwet di mukong aini na
Konde, apede nkegi pakisea ini openbare vergadering fu takifasa ni amua kapidi sisi. Ko luku an verslag di u mekegi u fu den vergadering di pasa. Goed. We hebben gisteren zijn we ingegaan op een aantal algemene zaken die de leden naar voren hebben gebracht. Vandaag probeer ik dan vraag voor vraag de zaken te bespreken. Ik heb intussen ook met de deskundigen afstemming gehad om een aantal artikelen die na de verwijdering van het bindend huuradvies van de commissie, die moesten er nog uit. In het werkdocument ziet u dat de deskundigen bezig zijn geweest daarmee. Dus ik ga daar niet specifiek op in. Het waren een aantal artikelen waarbij dan gesproken werd over dat de huurcommissie de maximale huurprijs zou controleren, et cetera. Die dingen vervallen, omdat de huurcommissie dat dan niet meer gaat doen. Wat de huurcommissie echter wel doet, en dat staat ook in de wet, is dat ze op basis van de werkelijke waarde van het onroerend goed, de leeftijd van het onroerend goed en andere externe zaken wel een formule geven. Die wordt vastgelegd als richtprijs voor alle huizen. En op basis daarvan kunnen dan huurder en verhuurder een idee krijgen of de huurprijs die ze samen afspreken enigszins in die orde van grootte ligt. Zodat aan de ene kant de mensen de vrijheid houden om hun verhuur en huurprijs af te spreken. En de commissie door onderzoek en bepalingen steeds kan bijstellen voor de samenleving hoe een zinnige huurprijs tot stand komt. En al die andere bepalingen die dus die ondersteunende bepalingen waren, waarin de huurcommissie dan een soort controle zou moeten uitoefenen of dat men klachten over de huurprijs zou kunnen brengen, die bepalingen vervallen. Een groot deel is al aangepast door de deskundigen en ze gaan daarmee verder. Goed, dan een ander min of meer algemeen ding is dat de lid Buddeke, denk ik, die had een voorstel gedaan om toch maar bij de ontruiming naar de rechter te gaan. Maar we hadden natuurlijk, de commissie had informatie gevraagd en feedback van de verschillende organen. En er is feedback gekomen vanuit justitie, vanuit de rechterlijke macht. En dat het toch goed is om in zijn algemeenheid meer mediation in die samenleving in te bouwen. Meer instituten die burgers kunnen ondersteunen om uiteindelijk niet naar de rechter te gaan. En punt 2, als het aankomt op ontruiming, is een duidelijk in de wet aangegeven pad wat gevolgd moet worden. Dat het dus goed zou zijn om dat niet bij de rechter te laten komen als dat niet nodig is. Dus ik stel voor dat ik heb aan de juristen gevraagd om dat iets scherper in de wet te formuleren, heel duidelijk de stappen. Maar uiteindelijk stel ik dus toch voor dat dat wel bij de huurcommissie blijft, als er een dispuut is dus en er ontruimd moet worden, dat de verhuurder dat inderdaad liefst via vooraf ontwikkelde formulieren en zo, waardoor het heel duidelijk is wat allemaal moet worden gedaan, aan de huurcommissie aangeeft dat het punt is bereikt dat hij gaat ontruimen. De huurcommissie enkele dagen heeft om dat inderdaad te checken. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geluisterd naar de initiatiefnemer. En de initiatiefnemer heeft in haar betoog aangegeven met betrekking tot de wet minimumloon dat bepaalde zaken niet zo conform zijn. Maar de minister van Arbeid is gisteren daarop ingegaan en heeft toen ook al aangegeven dat we werken met het bedrag van 8,60 per uur. En als we kijken dat de mensen een 8-urige werkdag hebben en 5 dagen in de week werken en dat berekenen, dan kom je op een bedrag van ongeveer 13,72 per maand dat de persoon zou kunnen verdienen als je dat zou berekenen. Dat meegenomen en het wetende dat we in een maatschappij leven waar er 4 alleenstaande moeders zijn. Want dat weten we. Er is heel veel onderzoek gedaan. We weten het. Dat we zeggen dat heel veel vrouwen alleen staan voor het probleem. We willen nu een wet maken en we gaan ervan uit dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting het probleem gaat oplossen. Wat we per definitie weten is dat die groep heel erg groot is en ook zit met het probleem van huizen en het kunnen bouwen en huren van een huis. We weten dat.
Deze wet biedt hun geen oplossing. En daarom is bij mij de vraag, wat is het alternatief? Twee, u geeft aan in uw betoog dat er met deze wet komen de restricties over het vaststellen van de huren en zo. Het gaat niet meer zo makkelijk gaan. We weten dat conform de grondwet mensen zich mogen verenigen. Wat gebeurt er nu als de verhuurders zich verenigen en met het tegenwicht komen op deze wet? Wat zal het antwoord zijn van het parlement? Lid Budeke. Voorzitter, ik heb een voorstel gedaan vanuit mijn meer dan 30 jaren ervaring in de juridische wereld. Ik word wakker en slaap met deze problemen, voorzitter. En ik ga u zeggen, het is een makkelijkere manier, want mediation, waarnaar u verwijst, is niet gedekt bij de wet. Elke goede advocatenkantoor doet eerst aan mediation voordat hij naar de rechter stapt. En wanneer zo'n commissie een verkeerd besluit zou nemen, ook het lid Abdul wijst daar naartoe, dan zit je met het probleem dat men toch bij de rechter belandt. Hier komt men in raadkamer met hun exploot, hun opzegging, hun bewijs en de rechter geeft daar toestemming. Want wij mogen ook niet vergeten, en ik in mijn korte periode hier in het parlement stoor ik mij er altijd aan, dat wij de rechterlijke macht met zijn procedures, met zijn werkarmen niet willen gebruiken, niet meer willen gebruiken. Er zijn deurwaarders die de ontruiming moeten doen. Een politieagent kan geen ontruiming doen. Hij is niet opgeleid. Hij kent de wegen en de stappen niet. Ook ik heb de deurwaardersopleiding gevolgd. Ook ik heb een certificaat ontteken door de hofpresident en de minister van Justitie als kandidaat gerechtsdeurwaarder. Als wij al deze dingen overslaan, dan zijn we bezig. Want mijn voorstel, voorzitter, geeft aan dat één rechter misschien één dag in de maand of twee dagen in de maand voor een paar uren deze mensen in raadkamer ontvangt. De maandagse zitting, de dinsdagse zitting en de kortgedingzitting zullen versoepeld, verlicht worden voor die rechters, omdat een aantal van die gevallen er niet meer bij zouden zijn. Voorzitter, we zijn niet bezig met een wijziging van een wet. We zijn bezig met het vervangen van een wet. En dan zou deze wet... Lid Sumter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met medeneming van de antwoorden die de initiatiefnemer heeft gegeven, zou ik toch nog enkele vragen willen stellen. En een van ze heeft betrekking op artikel 6, lid 4. We weten dat er is aangegeven dat er 30 dagen uitstel gegeven kan worden. Daarnaast is er ook aangegeven dat het nog één keer verlengd kan worden. Ik vraag me af als we niet binnen de memorie van toelichting genoeg aandacht daaraan moeten schenken en een beetje duidelijker moeten zijn, want de omstandigheden kunnen wel degelijk van invloed zijn in dit geval. Ten aanzien van artikel 8 zou ik ook wel willen vragen dat met betrekking tot het begrip woonruimte, we dat ook duidelijker definiëren, omdat er veel meer bij kan komen kijken wanneer het op woonruimtes en of erf of andere gedeelten gaat. De initiatiefnemer is ingegaan op beschadiging van bepaalde goederen. We hebben huur voor korte duur en langere duur. Vaak genoeg zijn andere goederen ook wel van andere mensen die dan ook verder onder verhuurd zijn. Wat gaan we doen? Gaan we bij deze wet ervoor zorgen dat we dat zo duidelijk mogelijk regelen? Bij wie is het niet een goed idee om direct te werken aan bewijslast? En gaan we ervoor zorgen dat we dat niet weghalen uit het civielrechtelijke, zodat we zowel huurder als verhuurder kunnen beschermen? Artikel 14... heb ik dan ook wel een vraag als we dat eigenlijk zien werken, omdat we zien dat huurders kunnen intimideren. En ik vraag dan wel... Lid Sharman. Nou,
Dank u wel, voorzitter. Een paar kleine punten. Bij de opzeggingsgronden, zoals verwoord in artikel 4, wordt er gesproken over ernstige schade en onbehoorlijk bestuur. En ik wil exact weten wie de vaststelling doet. Is het de verhuurder die de vaststelling moet doen, of is het de huurcommissie die dat moet doen? Omdat huurder en verhuurder van mening kunnen verschillen daarover. Een andere zaak die mij ook een beetje dwars ligt, voorzitter, is in artikel 25, de werkwijze van de huurcommissie. En ik wil even citeren artikel 25. Zodra de voorzitter van de huurcommissie heeft besloten dat een verzoek in behandeling wordt genomen, komma, het gaat verder. Ik vind dit een onnodige vrijheid aan de voorzitter van de huurcommissie om te bepalen wanneer er besloten wordt. En stel het voor dat die voorzitter vindt dat hij na 6 maanden een besluit gaat nemen en dat de klacht dan behandeld zal worden. U gaat hier partij in nog grotere problemen zetten. Een ander artikel waarmee ik moeite mee heb, voorzitter, is dat als een opzetting nietig is conform artikel 3, dat wordt geacht dat de huurtermijn automatisch is verlengd worden voor de tijd, dan, als het een onbepaalde tijd is, dat de huur nimmer is opgezet. Ik vind, partijen moeten de kans krijgen om de beëindiging wederom te kunnen doen. Want anders gaat u zich verbinden aan contractuele verplichtingen waartoe ze misschien niet bereid zijn. Dank u wel. Lid Matura. Dank u wel, voorzitter. Ik vind ook dat deze wet nog te veel haken en ogen heeft dat in de praktijk niet gaat werken. Omdat deze wet naar mijn inziens juist meer bureaucratie creëert, meer problemen creëert dan oplossingen. En ik denk dat de bedoeling van deze wet zou juist moeten zijn om bescherming van zowel de huurder als de verhuurder. En dat zie ik niet. De voorzitter heeft aangehaald, eigenlijk gaat het erom dat we de consument, de huurders, moeten beschermen tegen woekerprijzen, dus ook de huurprijzen. Maar mijn vraag is, hoe bescherm je de consument hiertegen? We hebben een ministerie van Handel en Industrie die al zou moeten optreden. Er zijn wettelijke regelingen. In de praktijk blijkt dat we niet in staat zijn dat te doen. Hoe zou je dat dan met deze wet kunnen doen? Een tweede vraag die ik heb is, deze huurcommissie heeft slechts een begeleidende, adviserende rol. Het heeft geen uitvoerende rol als zodanig en geen bevoegdheden om zaken af te dwingen, wettelijk. En wat je dan creëert, en dat is waartegen ik bezwaar heb in artikel 6, dat je nu afhankelijk bent en je hebt meer bureaucratie gecreëerd en de procedure van ontruiming langer gemaakt, die kosten gaan niet afnemen, die kosten worden alleen meer, de procedure wordt langer, dus je hebt het probleem alleen maar verergerd. Want uiteindelijk, als er niet tot een oplossing komt, moeten mensen toch naar de rechter gaan. En daarom is het voor mij niet uitvoerbaar. En een ander aspect waarop ik wijs, is dat nu juist consumenten in een groter probleem worden gebracht, de huurders, omdat mensen niet bereid gaan zijn. Ja, misschien kunt u in de tweede ronde daarop terugkomen of bij eventuele interruptie. Lid Breveld. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan de initiatiefnemer begrijpen als in artikel 13 met name heel goed is uitgelegd waarom gekozen wordt voor de Surinaamse munteenheid voor het betalen van huren. Het is echter een beetje een weerbarstige situatie waarbij je moet zeggen dat alles valt en staat met vertrouwen in de eigen munt. En dat punt is niet hier aanwezig op dit moment. En natuurlijk begrijp ik dat het gaat voor lange termijn of niet per se voor nu. Maar het vertrouwen in de Surinaamse munt moet er zijn als je dit hard wil stellen. Dus dat denk ik is belangrijk. Er is even gepraat over woningbouwcoöperaties. Zouden we inderdaad niet moeten kijken naar Stichting Volkshuisvesting om die om te bouwen tot een woningbouwcoöperatie? We hebben een structurele oplossing waar u het ook over had, waar de initiatiefnemer het ook over had. In artikel 21 wordt gepraat over ambtelijke assistentie. Hoe groot zal die ambtelijke assistentie zijn? Kunnen we daarvan uitgaan? Omdat dat toch wel nodig zal zijn bij de ondersteuning van
de commissie. En mijn grote vraag, wat misschien niet direct door u beantwoord kan worden, maar misschien de regering daar antwoord op kan geven, is: worden er wel belastingen betaald door verhuurders? Dank u. Le sapun. Le Raymond sapun. Dank u wel, voorzitter. De geachte initiatiefneemster heeft eerder aangegeven dus dat op basis van de vele opmerkingen die zijn geplaatst, de werksfeer van die commissie danig is beperkt. Kennelijk is er nog ruimte voor enige beperking, omdat wij zoeken naar een middenweg, meer efficiëntie en meer zekerheid voor zowel huurder als verhuurder. Dat die weg naar de kantonrechter niet één is die kostbaar en langdradig blijft, voorzitter. Dus we moeten nog daarnaar kijken. Maar ik wilde even inhaken op het punt van geachte lid Abdul. Die kwestie van die ontruiming, waar je dus afhankelijk bent als verhuurder van die toestemmingsbrief van de goedkeuringsbrief van de commissie. En het punt is dat dat moet gebeuren binnen 3 werkdagen na die voorgenomen ontruiming. Maar de vraag is natuurlijk, wanneer die drie werkdagen niet in acht zijn genomen, wat is dan de status van die voorgenomen ontruiming? 2, die huurcommissie, voorzitter. Veel van het functioneren van zo'n commissie zal afhangen van het gezag en het vertrouwen dat zal uitstralen van zo'n commissie. En een van de belangrijke dingen die zo'n commissie zal moeten doen is het geven van een uitspraak over de hoogte van die huurprijs, het huurtarief, met name voor de huurders. En je ziet in het wetsontwerp dan een formulering waarbij wordt gezegd dat het gaat om een voorstel. Wanneer het huurtarief moet worden vastgesteld, komt die huurcommissie met een voorstel, artikel 14 en artikel 18. Wanneer er gevraagd wordt naar wijziging, komt de huurcommissie met een uitspraak. Nou is de vraag eerder gesteld, wat is de status van zo'n voorstel van zo'n commissie? Is het een vrijblijvend voorstel? Is het iets waaraan de huurder echt zekerheid moet gaan ontlenen en dat moet gaan opvolgen? Dus dat is niet heel duidelijk in het wetsontwerp. Kunt u het laatste weer herhalen? Het laatste, over het voorstel. Nee. In artikel 14 komt de commissie toch met een voorstel, doet een voorstel voor wat betreft de hoogte van het huurtarief, dat staat er tenminste. En de vraag was, wat is de status van zo'n voorstel? Wat moet de huurder en de verhuurder doen met zo'n voorstel? Moet dat opgevolgd worden wanneer dus het bedrag duidelijk is vastgesteld? Of mag ze daaraan voorbij gaan? Dus ik denk dus dat er meer sterkte komen aan de status van zo'n uitspraak. Anders heeft het geen zin. Goed. Dan hebben we de interrupties gehad. We gaan terug naar de initiatiefnemer, lid Simon. De bevordering van huisvesting en het beheer en toewijzing van volkswoningen. Dat is hoe het tot op dit moment staat, voorzitter. Uiteraard zal die scope moeten veranderen, maar ik kom straks daarop terug, voorzitter. Het is goed om aan het begin ook, want u moet het kader begrijpen waarbinnen ik deze bijdrage lever. Ik ben blij dat de woordvoerder van de initiatiefnemers heeft aangegeven dat er een wezenlijk verschil is tussen praten over het armoedevraagstuk en praten over huisvesting. Die twee dingen zijn niet hetzelfde, voorzitter. Huisvestingsvraagstuk kan een onderdeel zijn van de armoede, voorzitter, maar om ongeveer de woorden van de woordvoerder te gebruiken, voorzitter, met maatregelen die worden getroffen in het kader van huisvesting bestrijden niet per se armoede. Dus het is goed dat we dat vaststellen, voorzitter, en laat mij dan vooruitlopen om aan te geven, want die vraag is door verschillende leden gesteld en er zijn opmerkingen gemaakt wanneer er wordt gepleit voor de lagere inkomensgroepen, voorzitter. En er wordt gezegd, bijvoorbeeld iemand van 1200 SRD kan
De probleem van huisvesting van die persoon kan niet door deze wet worden opgelost. Kennelijk, voorzitter. En ik denk dat de woordvoerder het ook heeft gezegd. Ik benadruk het slechts. Moeten we voor iemand die 1200 SRD verdient, inderdaad alles doen als staat. Dan moeten we de mensen huursubsidie geven. Dan moeten we voor de kinderen betalen hun schoolkleding. Dan moeten we alles doen. Daarom heb ik gezegd, en die discussies zijn al gestart op het ministerie, om goed te definiëren wat die groep is die wij categoriseren tot arm. Want zelf die persoon die 1200 SRD verdient en dus alleen niet in staat is om een huis te huren, de mensen die de Surinaamse samenleving kennen, die weten dat we vaak in huishoudens samengestelde inkomens hebben. Dat 2 en 3 mensen in dat gezin werken en allemaal ongeveer, en we praten dus over de lage inkomensgroepen, ongeveer 1600-1700 verdienen, 2000 verdienen. En samen met hun drietjes komen ze in de buurt van 4000 en dus wel de huur kunnen betalen, voorzitter. Dus ik maak de opmerking en ik leg het fundament van mijn beantwoording. Wanneer ik vandaag, voorzitter, een bijdrage lever, dan is het armoedevraagstuk een fundamentele andere vraagstuk dan het huisvestingvraagstuk. Zo, u bent van de assemblée, mijn beetje, ik was een initiatiefnemer, Missy Simon Sefi, beetje, ik was een abana, wet ja die musee, kasani, tussen sama je, uosu, en sama die stel dat die beschikbaar. Ataki wa huur komisio kondi mu bopal anate wa sama fi da apuye ya inyo su taki mu gwe namo namo. Ma de sani mu se ka boom. Ook tui besi minister André Misikaba fu sociale saka nga volkshuisvesting. Di begi uitleg mo fa we pegal antitampu tje go aba na wetia. Angadisida ukona akaba funa gongo sabotof tide mtaki gantangi dati iluku. Me winsi wa monshuti neti gomofawe.